Like challenge. Like deze video sneller dan dat ik iets uit deze automaat kies. Oké, ik moet snel zijn. Ik wil een wafel. Oeh, Huggy Wuggy is blauw. Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat, is dat ik hem ben. Vandaag. Morgen niet, waarschijnlijk. Want, nee. Ik had ook kunnen kiezen voor Kissy Missy. Maar vandaag ben ik op een missie. Want daar staat de allergrootste Huggy Wuggy in de buggy ter wereld. En als het goed is er nog niemand geweest die de top heeft bereikt. Er gaan verhalen over wat daarboven is. Gratis taco's? Nee, Bob. Maar hey, verhalen zijn maar verhalen. Oh my gosh. Eén ding is zeker. Ik word gezien als indringer, want laat maar zitten. Hij is eigenlijk best wel langzaam. Ik ben sneller en ik ben niet eens de echte. Hij is zojuist uitgegleden. Ik durf alleen niet te lachen. Dit is zo hoog. Als Huggy Wuggy in het echt zo groot zou zijn, dan zouden we een nog groter probleem hebben. Waarom ziet mijn hoofd eruit als een bil? Dat is een compliment. Tenminste, denk ik. Dit is de tweede ladder. En ik ben al een paar minuten bezig. Terwijl ik naar boven klim, gooi ik Robux. Gratis Robux voor iedereen. Neem ze mee als je wilt. Nee, liever niet. Ze zijn van mij. Oh, yes. Of tenminste. Nee, nog steeds niet. Wacht eens even. Serieus? Ik had de hele tijd al een speedcoil waarmee ik sneller kan klimmen. Lifehack. Ik ben bijna bij zijn hoofd. En dit is het laatste stukje. 3, 2, 1. Oh. Het was niet het laatste stukje. Dat is zeg maar hetzelfde als dat je een toets aan het maken bent. Je denkt dat je net de laatste vraag hebt gehad, maar dan is er nog een achterkant. Het is pijnlijk. Oké, dit is echt het laatste stukje. Kijk maar, ik ben bij zijn hoofd. Ik denk dat ik bijna in de ruimte ben. 3, 2, 1. Je gaat me niet vertellen dat ik al deze moeite heb gedaan voor een leeg platform. Oh. Wacht eens even. Oh, snap. Oh. Ik ben zo klein. Vergeleken met de Huggy Wuggy waar ik op sta. Ik heb het gehaald, maar is dit mijn beloning? Ik denk dat Huggy Wuggy niet van spons houdt. Oh, ik kan hier de enge Huggy Wuggy zijn. Maar deze keer. Oh, snap. Dit is de engste beeld die ik ooit heb gezien. Ik bedoel. Job, het is geen beeld. Ik ben eng. Kijk mijn tanden. Oké, dit is genoeg. Maar nu het leukste van allemaal. Woe, let's go. Ik ben op zijn oogbal geland. Oh my gosh. Ik ben echt een mier vergeleken met deze Huggy Wuggy. Oh, dit is zo gaaf. Oké. Okay. Ja, dat was genieten. Oh, snapperoni. Je kunt toch niks doen. Je bent... Ik ben af. Maar er is meer. Ik wil dit zwaard. 19 Robux. Why not? Oh, snap. Hiermee kan ik iedereen inmaken. Dacht ik. Oh, deze Huggy Wuggy leeft. En deze ook. Alleen die is mega groot. Maar wacht, ik heb een zwaard. Dit is het moment waarop ik hem eindelijk een koekje van eigen deeg kan geven. Ik had hem. Maar hij had mij ook. Misschien dat ik die lange in kan maken. Ik denk het niet. 3, 2, 1... Waarschijnlijk voelt hij letterlijk gewoon gekietel aan zijn voet. Zo groot is die. Oh, wacht. Ik kan letterlijk op hem staan. En zo kan de andere Huggy Wuggy mij niet pakken. Dit is zo slim. Maar wat is de bedoeling in dit spel? Is dat... Oké, ik ga weg. Maar nu wordt het beter. Het is je boy. Woo! Huggy Wuggy. Als je stilstaat, is die schattig. Maar je kunt ook zingen. Ja! Er is een spel genaamd Friday Night Funk, geloof ik. En daarin kun je met verschillende creepypasta's liedjes zingen. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Ik kan dit echt uren blijven doen. En het rennen. Dit is letterlijk hoe die eruit ziet. Oh. Ja, ik zit vast in een muur. Oh, zo ziet hij er letterlijk uit als hij achter je aanrent in het spel. Het is laat in de avond en ik ben bang. Ik hoorde namelijk een raar geluid. Iemand zin in een pizza? Niet dat ik hem heb, maar meer van misschien heb jij hem. Wacht eens even. Zie ik daar iemand buiten staan? Misschien is dat de pizzabezorger. Tududun. Mooie woonkamer en keuken. Kan ik naar buiten hier? Ah, perfect. De pizzabezorger. Ja, meneer, hebben jullie toevallig ook nog pepperoni? Meneer de pizzabezorger. Waarom staat u stil? Doe het, het zal wel. Maar wat ik ga doen is heel snel naar binnen. Met de deur dicht. Pizza bezorgers toch. Maar er zijn ook games waar je alleen maar in mag als je Huggy Wuggy bent. Maar jij bent Huggy Wuggy niet. Nog niet. 3, 2, 1. Let's go. Ik ben Huggy Wuggy. Mijn Monty is zo groot. En als je vervelend doet, eet ik je op als een walnoot. Dat is mijn nieuwe liedje. Oh, Kissy Missy wil me een knuffel geven. Mwah, mwah. Ze snapt niet hoe knuffels werken. Ik loop echt heel casual van de trap af. Alsof ik geen killer ben. En kijk eens wie we daar hebben. Poppy Playtime. Oh, dit is wel de echte Kissy Missy. Kom hier, ik wil een kus geven. Ik kuste je bil. Genoeg voor vandaag. Maar een goede vriend van Huggy Wuggy is Cartoon Cat. Oh, snap. Ik kan niet meer slapen vannacht. Cartoon Cat op een vliegend tapijt. Boven de grootste Poppit Fidget ter wereld. Oh, je kunt die dingen ook echt poppen. Dat is amazing. En jij ook. En jij ook. Ik wist niet dat creepypasta's van fidget toys konden houden. Kissy Missy? Oh, snap, je zit vast in de boom. Waarom ben jij zo... Ze is boos. Maar ik kan ook Siren Head zijn. Oké, er is een Rainbow Poppit. Het gaafste aan Siren Head vind ik... zijn Siren Head. Ah, deze moet ik makkelijk kunnen poppen. Dat is beschamend. Het is weer tijd om Huggy Wuggy te zijn. En deze keer is het interessant. Ik zit namelijk in een map van het echte spel. Dus nu is de grote vraag. Wie oh wie is de echte Huggy Wuggy?
Ik ben een stuk kleiner. Ik bedoel, kijk dan, hij is letterlijk gewoon een kop groter. Ben jij mijn grote Huggy Wuggy, broer? Met nog scherpere tanden. Ik sta op zijn hoofd. Maar is Huggy Wuggy goed in hobby's? Geen idee. Maar hij heeft er een. Come on, dit kan toch niet zo lastig zijn? Het is een blauw navelpluisje. Oh, snap. Ik heb het eerste level gehaald. Dat is niet de hele map. Maar wacht even. Wat heeft dit te maken met Huggy Wuggy? In de buggy. Ik bedoel, ik ben aan het springen over stenen. Er zijn veel mensen die dat doen. Die maken dan een hobby. Die zetten dan een Huggy Wuggy neer. En die noemen het dan Huggy Wuggy hobby. Maar als je het dan speelt, geen Huggy Wuggy. Of ja, tenminste in het begin. 1. Misschien een halve. Maar voor de rest zie je er niks meer van terug. Nu vind ik dat niet erg, maar. Leuk feitje. Bijna niemand weet hoe de Poppy Playtime fabriek, waar Huggy Wuggy in wordt gemaakt, voordat hij tot leven kwam en iedereen op had. Hoe dat eruit ziet van buiten. In het spel kun je namelijk alleen maar binnen spelen. Niet buiten. Maar moet je zien. Wat doet die hond daar? Dit is de Poppy Playtime fabriek buiten. Als in de buitenkant. Ik sta buiten. En dat is best cool. Want dit hier is de auto van Kissy Missy. Oh my god. Oh nee. Oh snel. Oh. Ah. Oké, de auto van Kissy Missy is weg. Oh, wat heb ik gedaan? Oh nee, wat heb ik gedaan? Oh nee, het zijn botsauto's. Oh, snapperoni. Oké, wacht even. Dit gaat niet goed. Ik heb het spel laten glitchen. Ik zie letterlijk de auto van Huggy Wuggy en Kissy Missy. Alle... De auto's zijn gecrashed. Ik heb hier niks mee te maken. Ik was er niet. Ik was er niet, oké? Maar wauw. Maar zou dit gewoon echt hetzelfde? De deur zit dicht. Gelukkig heb ik mijn eigen auto. Woe! Oh my gosh. Oké, weet je, laat maar. Nee. Er zijn hier zoveel verschillende Huggy Wuggies. Maar welke moet ik? Deze schoen, die wil ik. Nee! En precies die is bezet. Oké. Spam je lievelingskleur in de comments. Stel voor dat zou een Huggy... Een gele. Een Huggy Wuggy zijn. Die is ook al bezet. Oké, weet je wat? De roze dan. Eigenlijk is dat Kissy Missy. Kissy Missy. Daar ben jij verliefd op. Let's go. We zetten hier een dropper neer. Wat komt eruit? Oh, het is een vierkantje. Vaak hoop ik in dit soort games dat de tycoon dan ook echt een beetje gebaseerd is op wat het zou moeten zijn. Maar meestal is dat het niet. Ik speel dit eigenlijk maar om één reden. Ik wil de andere Huggy Wuggies inmaken. En ik begin met groen. Dat is namelijk de kleur die ik wou. Maar dat kon niet. Oh, daar is die guy. Kom hier jij. Kom hier jij. Het is een... Het is jij. Nu ben je een puzzel. En ik ga het niet oplossen. Ik ben weer terug in de fabriek. En dit ziet eruit alsof het gaat... Hey, Doos. Alsof het gaat werken. Let's see. Geel, blauw, rood. Dat is een mooie trein. Dus nu moet ik die code invoeren. Het lijkt alsof er geen deur in zit. Maar die zit er dus wel. Geel, blauw, rood. Oh, de deur is open. Nu heb ik hier de DVD. Die doe ik hierin. Dan komt er nu een filmpje. De Grab Pack. De deur is open. Oké, nu wordt het leuk. Oh, dit werkt serieus goed. En als het goed is, let's go. Daar hebben we hem. Hij is er. Huggy Wuggy in de buggy is daar. Hey. 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 Oké, ik wil niet af. En als het goed is, tenminste zo gaat het in het echte spel, moet ik nu de elektriciteit aanzetten. Is dat hier? Ja, dat is hier denk ik. Dan zou het hier om de hoek moeten zijn. Hupsakee. Oké, dat is aan. Huggy Wuggy, ik snap het niet. Huggy Wuggy, je was hier toch net? Ja, dit vind ik niet echt leuk. In het spel is dit niet leuk. Nu is het ook niet leuk. Kan ik hierheen lopen? Ben ik hier al geweest? Ja, hier kom ik vandaan. Oh, deze deur is net open gegaan. Hey, camera. Ik ben op zoek naar iemand. En het is Huggy Wuggy in de buggy. Oh, snapperoni. Ja, dit ken ik. Hier moet je die blokjes verzamelen. En die moet je dan hier neerzetten. Ik ben op zoek naar blokjes. Geen Minecraft. Het zou best wel grappig zijn als we hier ineens een creeper zien lopen. Ik denk niet dat Huggy Wuggy bang is. Oh, Hier is de rode. Come on. Moet er nog één? Ah, hier is de laatste. Nee, ik ben niet bang. Het is gewoon heet. Kan deze open? Oh ja, dat is fijn, want dan kan ik omhoog. Oké, als het goed is, heb ik ze nu allemaal. Nu gaat dat ding naar mij toe. En daar zit de crap pack in. Of tenminste, de andere helft. Vallen, vallen. Thanks. Oh, nu heb ik er twee. Deze voor hier, deze voor daar. Oh my gosh. Ik ben echt serieus bang. Hey, geloof me. Ik denk niet dat dit even eng is als... Ik werd gegooid. Als het echte spel. Oké, nu moet ik naar boven. Want ik moet geloof ik de elektriciteit aanzetten. Ja, dat is belangrijk. Stroom. Kan dat hier? Oh ja, dit ken ik. Dan moest je al die kabels koppelen. Het voordeel is wel, omdat dit in Roblox is, gaat het een stuk gemakkelijker. Let's go. Oké, naar beneden met die hap. Het staat aan. Hopsakee. Ja, zeker. Oké, wat nu? Oh ja, ik weet het alweer. Nu moet ik het speelgoed produceren. Het is een konijntje. Je lijkt op een marshmallow. Mag ik je eten? Nou, dat gaat door alle mooie machines heen. En dan komt het er zo meteen helemaal aan deze kant weer uit. En als ik het dan daar neerleg, gaat deze deur open. En dan... Dan wordt het leuk. Eigenlijk niet, dan wordt het het ergst. Het konijn! Die zet ik hier neer. Hopsakee. Gaat de deur open. Oké. Oké, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. Oké, hoe kan ik dit zeggen zonder hem te beledigen? Je bent niet zo... Oké, je bent wel eng. Ik vond hem... Oké, hij is inderdaad eng. Maar als je het echte spel hebt gespeeld... Oh my gosh, dan valt dit een soort van mee. Ik glij naar beneden. Ik ben nu hier. Ik loop wat verder. Als een stier. Oh, dit was het spel. Maar dat klopt niet, want in het echte spel heb je namelijk nog dat stukje met de pop. Poppy, Playtime, waarnaar het spel is vernoemd. Poppy. Anyways, dit was spannend. Eng. Pff, sowieso niet eng. Maar je moest bijna huilen. Niet waar, Bob. Moet ik vaker Huggy Wuggy in de buggy spelen? Kissy Missy, Poppy, Playtime.
Is allemaal goed. Abonneer dan en spam blauw in de comments. Adios.